slechts beoordeelde waterpark. Die gaan wij vandaag uittesten. En? Heb je gespuugd? Oh, we zitten nu al vast. We zitten nu al vast. Wat is dit voor een gek ding? Oh, oh, oh. De raarste lezing ik heb ooit. Dit is de crazy river hier, hè? Oh, ja. Hallo allemaal. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Kamp. In een aantal van onze vorige video's zagen we dat we het allergrootste aquapark ter wereld zijn gegaan. Hier in Dubai. En dat was echt slaap. Dat was echt leuk. Super tof, of niet Debbie? Ja. Maar je hebt nog meer waterparken hier in Dubai. Mm-hmm. Waaronder ook een slechts beoordeelde waterpark. Die gaan wij vandaag uittesten. Oké, ons waterpark bevindt zich vandaag op de plek waar wij laatst ook waren. Aan het strand. Super leuk hier. Maar als het goed is... Zie jij al wat? Glijbaan? Dit is geen glijbaan, lief. Je mag eraf gaan. Nee, dit is niet de glijbaan. Maar als dat goed is, ga... Visjes, ja, echt. Het is zo leuk hier. Eigenlijk moet ik wel zeggen, het krijgt wel een plus voor de locatie. Want het zit dus ook aan de strand. Maar moet als het goed is zometeen hier ergens het waterpark zien. Oké, ons waterpark bevindt zich hier, maar... Waarom is het zo slecht? Ik wil even laten weten wat dit zo slecht maakt. Nou. Oké, ik heb een recensie gelezen. Het zijn hoge prijzen voor een klein park. Want dit park is veel kleiner, tegenstelling tot andere waterparken. Kijk of het waard is. Het tweede ding is dat mensen zeggen dat het hele slechte hygiëne is. Het is echt... Als er één ding is waar ik niet tegen kan, is het gewoon een vieze plek. Nee. Gewoon een vieze locatie. Derde, wat betreft het eten. Weinig variatie aan eten en het is heel duur. Een waterflesje kost omgerekend zo €5. Voor één flesje. Dan, het eten schijnt ook nog eens niet lekker te zijn. Dat is het vierde ding. Oké, ik ga weg. Eten is belangrijk. Nee, eten. Ja. Burgers smaken naar autobanden. Wat? Hamburgers smaken naar autobanden. Even serieus, soms zeggen ze wel eens van het proeft hier. Nou, hoe weet je nou hoe een autoband proeft? Ja, het laatste ding. Nou. Wezenlijk boos en onaardig personeel. Ga erin. Oké. Ik ga het uittesten. Oh ja, mocht je nou benieuwd zijn hoeveel we kwijt waren. €230 voor ons als gezin. Er is nu wel een all-inclusive aanbod. Ja, en dat bedrag zit ook eten en drinken. Oké, moet ik wel zeggen, in tegenstelling met de andere waterparken is het wel een stukje goedkoper, toch? De anderen zijn zelfs nog duurder, maar dan krijg je natuurlijk wel meer. Oké, we zijn binnen, moet ik zeggen. Het ziet er lekker leuk en knus uit. En we zijn vriendelijk ontvangen hier. Ja, maar het ziet er wel leuk uit zo. Je hebt een Lazy River. We hebben een Lazy River hier zo. Splash World. Ja. Zijn dat dan wel alle glijbanen ja. die ze hebben? Dit zijn ze wel allemaal. Maar we zijn allemaal lekker bij elkaar. Ja. Een bedje gepakt, spullen neergelegd. Alleen nu is de vraag, Pias. Daar, dat was heel snel. Ik wou zeggen, op dit splash gedeelte. We zijn even rustig. Ga even goed keuren. De mega autowasstraat. Oh ja. Hey, let's go. Waar gaat het zitten? Autowasstraat, Mimi. Autowasstraat. Wat ook tof is van zo'n autowasstraat is, je hebt zelfs bodemreiniging. Debbie! Hey, je hebt ook bodemreiniging voor je voeten. Oh, Mimi heeft je zwaar te pakken. Oeh, maar Mimi doet hier wel mee. Kijk dit is handig. Trek je de touw. Dan word je lekker gewassen. Wow, kijk dit. Moet je opletten. Wat is dat? Wow. Oké, het is even tijd om het splash gedeelte te gaan uittesten. Bias gaat voorop. Waar gaat hij naartoe? Ga je daarheen? Of ga je van die glijbaan? Oké, daar komt Bias. Mimi gaat weer achterstevoren. Waarschijnlijk wordt hij zo weer aangesproken. Nog een keer, je hebt geluk. Er is nog niks van gezegd. Mias heeft de smaak goed te pakken. Hij gaat lekker glijden. En zij gaan even de andere glijbaan uittesten. Gaan jullie weer wat glijbaan uittesten in de Splash World? Ik wil de GoPro in jou. En veel plezier. Oké, we gaan weg bij Oranje. En we worden hier ook echt heel Hallo? Ja? Ja, dat is goed. Oké, we gaan. Woehoe! Woehoe!
Oké, terwijl Debbie en Ida lekker door aan het spelen zijn daar, waren Essa en ik even op zoek naar wat lekkere eetentjes. Om... Ja, we dachten we gaan even wat drinken halen. Misschien even kijken waar ijs kan halen. Helemaal niks. Alleen daarachter mag halen. We zien alleen hotdogs, burgers en pizza. En pizza. Ja. Dat is het. Dus eigenlijk, je kan niks halen over het park. Je hebt maar één klein teentje daar waar je wat kan halen. All inclusive. En dat is vaak waarschijnlijk de autobanden, maar dat gaan we even uitzoeken. Oh ja! Ik zou heel graag willen weten hoe autobanden proeven. Oké, we zijn bij de all-in restaurantje gekomen, naar je afhaalservice. Als je kijkt, hebben we hier zo alleen maar vermogen bestellen. Als het hier zo staat, moet je wel betalen. Ook nog eens. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan halen. Oké, ik heb een broodje autoband gekregen. Debra heeft een broodje autoband met zijn kippetjes gekregen. En nu ben ik heel erg benieuwd. Pizza, macaroni. Ja, hoe het smaakt. Ja. T-test. Rubberband. Laat het weten. Oké, ik ga even kijken of dit de autoband proeft. En... Oh, en wat wel raar is... deze hebben stiekem naar binnen gesmokkeld, maar je kan geen water bestellen. Oh, ja. Alleen maar frisdrank of dus appelsap. Ja, geen water. Ik drink water, de kids ook, dus dat was wel een beetje ja, raar. Goed dat we even stiekem dit gesmokkeld hebben. Oeh, wij zijn gewoon criminelen. Wij zijn gewoon net criminelen. Als de broer worden opgepakt. Het van de waarheid. Hoe is het eten? Hoe smaakt het? Autoband. Ja, inderdaad. Het is gewoon rubber. Niet lekker. Voor Ruben. Echt? Ja. Algemene eindbeoordeling. Niet het lekkerste. Nee. Totaal niet. En als Seran de Burger achterlaat, denk ik dat het niet goed is. Nee. Oké, nu is de ultieme test. De meest gevaarlijke test. Oké, hygiëne-test. Wij niet. Nee, wij hoeven niet. Gaan jullie maar. Oké, Esra, doei. A few moments later. Oké. Esra komt eruit. En? Ik heb nog nooit zoiets vreselijks meegemaakt. Heb je gespuugd? Ja, nee. Ik dacht serieus dat je het meende. Nee, ja. Eigenlijk overal waar we doen, wij komen staat altijd de schoonmaakster. Ja. Was hier ook het geval. Oké. Okay. Okay. WC's, goed gekeurd. Wat zei je? Ruikt ook echt lekker. Dat was ik. Dankjewel. Oké, we zijn aangekomen bij de grote glijbanen. Kijk, hier komt er nu eentje aan. Je hebt verschillende glijbanen. Iedereen mag er in twee, waaronder de family slide die zich hier beweegt. Iedereen, maar de vraag is natuurlijk, ga je mee of niet? Ja! Dan gaan we weer met z'n vieren tikken baan. Yeah. Laten we hier eens achter bij oppas en we gaan glijbanen uittesten. Let's go! Oké, we zijn even doorgelopen. En hier heb je 5 glijbanen in totaal. En welke family slide? Deze mogen we dus met z'n allen in. Oké, die is trilling. Okay. Deze mag Mias ook, Eli pakken. Mias mag nergens in, Eli wel. En deze twee alleen boven 1,20. Dus Debbie mag niet. Dus we hebben een dubbele band. We hebben een cabine glijbaan. En een looping. Wat? Ik ga niet in. We gaan maar eerst even deze pakken. Dit ziet er goed uit. Oké, Esther staat beneden in de rij, want moesten we even wachten. Wij gaan even kijken wat hierboven is. Je hebt daar een cabine. Waar een looping is beneden en een normale met een vrije val. En we hebben geluk. De looping doet het niet. Oh, waarschijnlijk is er iemand vast of is het kapot. Maar dat scheelt. Wij hoeven daar niet in. Dan gaan wij even in die grote daar zo. Trouwens, die ziet er niet bepaald echt schoon en goed en nieuw uit. Nou, ik ben benieuwd. We gaan even naar de Estland toe. Moet ik wel zeggen dat het de eerste aquapark is dat zo vies is. Ik heb gewoon nog nooit een aquapark gezien. Maar voor de glijbaan niet schoon zijn. Ben benieuwd, hebben jullie wel eens een aquapark zo vies gezien? Ik er niet. Maar nu we toch hier zo zijn. Debbie, even hier. Zo, staat hij ook even hier. Oké, de band is er. Waarom moet ik weer achter tevoren? Deze is wel iets krapper. Deze is een stukje krapper. Zat het in de budget? Oké. Oeh, zo warm hier. Water. Zo, nee, die glijbaan is warm. Ja. Zo, de glijbaan is heet. Oké, dan gaan we maar. Deze is dat hard? Oh. 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 Wat is dit? Wat is dit? Ah, Esther wordt achteruit. Ah. Oh. Ah, donker. Alberto is hier. Roberto, hallo. Oh. Kijk eens. Wow. Hey. We hebben het overleefd. Ik heb helemaal niet in, joh. Oh.
Zo. Oh, nee, vrij van beneden. Oké, Debbie en ik zijn samen doorgelopen, want Eli mag niet in deze. En je mag met z'n tweeën, dus wij gaan met z'n tweeën dingen uitproberen, ja? Oké, Debbie en ik zijn aangekomen. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze is. Oké, hou je goed vast, Deb. Oh, we zitten nu al vast. We zitten nu al vast. Dan ben je door, doorduwen. Ja, oké, dan gaan we dan. Oh, wauw. Het is donker. Het is ook oud, deze is donker. Het is. Ze zitten de hele tijd een beetje vast hier. Wat is het nou? Oh! 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 Ah, ik ga nog eens zo hard! Ik heb een beetje van! Oh! Oh! Waar heb je dit? Oh, goed zitten! Oh! Wat is dit voor een gek ding? Oh, mijn god! Oh, moet hierin! Kunnen we nog? Hallo! We willen eruit! We willen eruit! Ja! Oké. Hou je goed vast! Hou goed vast! Oké, we zijn weer herenigd met z'n allen. Mimi is een beetje moe aan het worden. Maar Debbie, het was een beetje een rare glijbaan, hè? Hij bleef vast haken, ging hij door vast. En op een gegeven moment ging hij super snel. Maar hoorde het of was hij gewoon slecht? Nee, het leek alsof hij heel droog was. Dus hij gleed niet goed door. Hij was wel leuk. Hè? Hij was wel leuk. Ja, hij was wel leuk. Maar ik moet zeggen, ik vind de keuze wel echt één van. Valt één keer is al uit, heb je vier glijbanen. Ja. Zullen we de Lazy River even uittesten? Misschien valt ze wel in slaap. Misschien wel. Oké, we zitten in de Lazy River. Esther en Mimi zitten heerlijk hier zo. Eli. Achter je lopen zonder band. Oh, 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 dat zag ik niet eens. Gasten! Dit is de raarste Lazy River ooit. Dit is de Crazy River eerder. Hè? We komen aan. Wat is dit eigenlijk? Dit is Splash van hier. Wow. Oh, Mimi. Oh, Eli. Oh, oh papa. Oké, jij hebt hier ook een zo'n fontein wasstraat. Ik moet jou door het midden doen. Ja, iedereen, oké. Okay. Door het midden. Ja, door het midden. Door het midden. Door het midden, ja. Door het midden. Door het midden. Sorry schat, was de harde stroming hier. Oh nee, het is gewoon echt een grote autowasstraat hier. De meest ideale Lazy River van Mimi. Esra, even één ding. Hoe kan dit lazy zijn? Hoe kun je ooit in slaap vallen? Echt waar, als de enige wat je dit echt leuk vindt, is dat Mimi. Kijk hoe chill hier zo. Kijk hoe chill. Oké, wacht even. Dit gaat Esra niet leuk vinden. Oh, iemand raakt in paniek. Wat wil je? Wat wil je? Wat gebeurt er? Wat moet er gebeuren? Ah! Oké, okay, we waren bij het einde. En wat? Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Doei, doei. Oké, okay, Esra, even een vraagje. Is het nou een Lazy River? Of is het een... Die stralen zijn zo hard. Ik krijg lenzen. Mijn lenzen zijn alle kanten op. Mijn lens ook, hè? Mijn lens zijn weggespoeld. Het is volgens mij oorspoeling, alles neusspoeling. Ik denk dat dit meer een wildwaterbaan is, hoor. Ja, hij kan liggen. Maar laat hem helpen. Oké, nou. In ieder geval nog een keer. Doei. En nog een keer. Doei. Oké, van de Lazy River gaan we zo over naar Lazy liggen. Ze gaan namelijk glijden van de glijbaan met een matje. Het is de ergste glijbaan die volgens mij gaat hij super hard. Maar iedereen mag er gewoon vanaf. Maar hij wil persen. Hij wil dat ook pers. We hebben hem gewaarschuwd. Oké, ze zijn boven aangekomen. Weet je zeker dat je dit gaat doen? Ja. Durf je het? Ja. Aan jou hoef ik niet te vragen. Ik ga er eentje. Dan zou ik zeggen, let's go. Ik ben oprecht benieuwd hoe de kids er vanaf komen, want dit! Woe! Debra en Eli, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie komen. Mijn kids zijn komen. Small kids. Oh. Woe! Hoe was het? Hoe was het? Hij ging hem eerder toe. Zo! Oké, Debbie, vooruit. Hij wil naar de meest extreme glijbaan gaan. Kijk
Ik wil niet, hij wil per se gaan. Is goed. Oké, we zijn bijna aan de beurt. Maar kijk hoe mega hoog we zitten. Zou ik eerst gaan? Ja? Oké, Debran. Ga je de cabine in of niet? Ga je nu de cabine in? Je gaat de cabine in, nu. Nee, oké, wacht eens goed. We gaan deze vanaf. Oké, Debbie. Ik zie jou beneden, ja? Oké. We gaan vandaan. 3. 2. 1. Debbie. Oh. Kijk maar mee. Zo. Die was sick, hè? Hij is helemaal in shock. Ik ging gewoon van de glijbaan af op een gegeven moment, hè? We zijn weer thuis aangekomen, de kids gaan lekker spelen in het speeltuintje. Dan is het voor ons tijd om jullie onze beoordeling te geven over de slechts beoordeelde waterpark uit Dubai. Esra. We beginnen met hygiëne. Yes. Die we eigenlijk toch wel prima vonden. Niet ja, hygiëne was op zich goed. Ja. Het eten. Nee. Niet goed. Wat wij gewend zijn in de aquapark hier in Dubai, was het slecht. Nee, precies. Je hebt echt heel veel beter dan het personeel. Nee. Ook niet top. Vaak zijn ze waterparken hier veel spontaan. Wat je gewend bent in Dubai, ja. Ook wat jullie andere video's hebben gezien. Dus was het ook niet. Nee. Onze eindconclusie van dit park is, ga er niet heen. Prijskwaliteit houden is het niet waard. Nee, is die waard. Kan je wat meer geld uitgeven, zou ik zeggen. Ga gewoon lekker naar een ander waterpark. Wij gaan hier sowieso lekker. Nee, hier gaan we niet mee. En moet je wel bijzeggen, het is nu zelfs laagseizoen. Een hoogseizoen is daar gewoon niet te doen. Dan is het echt niet normaal. Want geen bedjes te vinden. Nee, het was echt heel opgezet. In ieder geval, voor een video was het wel leuk. We hebben wel een beetje genoten natuurlijk. We hebben wel genoten, gelachen, maar qua review. Prijskwaliteit, no-go. Volgens mij is hij sowieso heel nodig, want hij wil nog gaan glijden. Hij heeft nog niet genoeg gekleden vandaag. Wij gaan deze video afsluiten. Hopelijk met ons meegenoten. Dan zeggen we abonneer en tot de volgende keer. Doei.